Hallo, je maakte de lekkerste lasagnes, je bent dé koningin van de kip met curry, je kookt met verse producten of je bent een kei in hapklare, simpele gerechten. Je houdt van koken en iedereen roept yes als je aan tafel zegt het eten is klaar. Als dat het geval is, deel dan voortaan wat je met liefde bereid hebt met je vrienden, met je kennissen, met de vrienden van je kennissen, de kennissen van je kennissen. Kortom, met iedereen. Laat anderen meegenieten en meesmullen. En verkoop je maaltijden op Eat to Eat. Het is een leuke bijverdienst bovendien. Word een Eat to Eat kok of koekin, word verkoper. De vraag is, hoe doe je dat? Wel, hier wat tips om je een 5-sterrenkok te kunnen noemen. 1. Schrijf je in op de site. 2. Maak je profielfoto aan. En dat is natuurlijk belangrijk als visitekaarten. Mensen willen weten wie je bent. 3. Maak een selfie. Lachen. We weten het, is niet verboden. 4. Maak een foto of een video en laat zien hoe je eruit ziet. Daarmee kan je mensen overtuigen. En tot slot, 5. Deel je culinaire ervaringen, je specialiteiten, je creativiteit, je persoonlijkheid met je toekomstige kopers. En maak je recepten ook persoonlijk, dat werkt. Wel belangrijk, vergeet de chart niet goed te lezen. Kwestie van goed te beseffen waar je je toe verbindt. Ziezo, als je dan nu op oké drukt, wel, dan ben je ingeschreven. Dan ben je dus een verkoper. Maar in dit stadium ben je een verkoper die eigenlijk niets te verkopen heeft. En we weten allemaal, dat heeft weinig zin. Het is dus hoog tijd om achter het fornuis plaats te nemen. En ik geef je meteen wat tips. Bijvoorbeeld, kook met de seizoenen mee. Maak je recepten persoonlijk. Geef ze een leuke naam, wees origineel of grappig als dat in je zit. Maak ook duidelijk wat de koper op zijn bord krijgt. Zet de gebruikte ingrediënten op een rijtje. En vermeld het ook als je streek- of bioproducten gebruikt. En signaleer mogelijke intoleranties. Ik denk bijvoorbeeld aan een glutenintolerantie, dat is belangrijk. En ook een idee, bedenk leuke programma's. Fitnessprogramma's, vegetarische programma's. Op die manier krijg je trouwe followers. Ziezo, stel je hebt je eerste gerechten gemaakt, maar niemand die het weet in dit stadium. Daar moeten we natuurlijk iets aan doen, want anders gaat het niet werken. Fotografeer of film wat je hebt klaargemaakt. Zet het vervolgens in de juiste verpakking. Vanaf dat moment kun je het natuurlijk ook op de site zetten en er een koper voor vinden. Geef de precieze prijs, dat willen mensen echt wel weten. En zeg wat er in de verpakking zit en maak het zo appetijtelijk aantrekkelijk mogelijk. Ook in de omschrijving van wat je klaargemaakt hebt. In de Eat to Eat shop kun je deze verpakking kopen en je kunt ze ook in de micro-oven zetten, dus dat is handig. Goed, ik denk dat ik alles gezegd heb. Je moet er nu gewoon aan beginnen. Succes!